down for what? Turn down for what? Werd jij vroeger op het pleintje wel eens als laatste gekozen? Nee, dat is nog nooit gebeurd. Jij was de eerste jongen van wie ik filmpje keek toen. Ik kan me nog wel herinneren wel, toch? Welke social media staat voor jou op nummer 1? Instagram, denk ik. Ik denk dat ik daar, als ik dan eens niks te doen, het meest gebruik van maak. Assist of een goal? Goal. Welke profvoetballer was jij vroeger op het pleintje? Ik denk Rivaldo. Dat is toch al een tijdje geleden, maar dat was mijn favoriete speler toen ik echt 10, 12 jaar was. Oh, was... Heb je wel eens een panna gekregen? Ik heb wel eens een panna gekregen, ja. Een paar wel. Oké, als er één vraag is die je meer wilt toelichten, welke kies je uit? Misschien moet ik de luisteraars of de kijkers een plezier in, misschien met van de pannen, denk ik. Ja, wie heeft mij die pannen gegeven? Ik denk de laatste pannen die ik echt gekregen heb was van een van mijn beste vrienden. Dat was van Moussa Dembele. Ik speel samen met hem bij Tottenham en hij heeft heel goede straattechniek eigenlijk. En soms spelen we wel eens 1-1 en hij heeft me net voor het WK in de voorbereiding in Zweden, waren we 1-1 aan het doen in de gym. En gelukkig waren er niet veel toeschouwers, maar hij had me wel even te pakken. Ja, maar ja, ik wil natuurlijk weten van, ten eerste, was het pijnlijk? Ja, want hij, zoals ik zei, ik vind het heel moeilijk om van een goede vriend een panna te krijgen. En ik heb liever van een vreemde. En ten tweede, hoe zag die panna eruit? Een voetzooltje en dan sleept hij hem er gewoon tussendoor eigenlijk. Dus het was niet met een gekke akka of zo, nou ja, gewoon een vieze sleep, laat het zo doen. Oh ja. Oh man. De 14 regels van Johan Cruijff. Welke spreken jou het meest aan en waarom? Ik kies voor nummer 9, techniek. Ik heb heel veel op pleintjes gevoetbald en ik hou er nog steeds wel van. En ik ben natuurlijk wel een verdediger, maar ik denk dat die techniek van de pleintjes me af en toe wel uit bepaalde situaties heeft gehaald die anders moeilijker op te lossen waren. Dus ik zeg niet dat ik akka's doe in de wedstrijd, maar gewoon bepaalde techniek die ik geleerd heb op de pleintjes met mijn broers, met mijn vrienden, die zie ik soms terug in de wedstrijd, die me helpen gewoon om echt functioneel helpen om uit een bepaalde situatie te komen. Go! Go! Oh, nice. Go! Ik heb een sterretje bij me. Die ga ik zo meteen aansteken. Okay. En zolang het brandt, moet je even helemaal vanuit je hart iets vertellen over... Wacht. Oké. Ja, doe maar. Over wat? Ja. De rode duivels. Ah, de rode duivels. Is gewoon een plek waar ik heel graag... Ah, moet ik vasthouden? Waar ik heel graag naartoe ga. Er zijn heel veel
vrienden van mij die daar voetbal. Als ik daar ben, ben ik wel echt gelukkig. Het is een andere sfeer, maar ja, topsfeer. We hebben supergoeie jongens en de meeste jongens komen uit de jeugd. Plus, het is voor mijn familie ook een hele eer dat ik daar speel en dat had me wel scherp daar. Al dus, Jan Vertonghen, 7 Questions. Bedankt voor het kijken. Ik zeg adios, bye bye, amigos en ciao. Ciao. Wauw, die kwam even, even koud op mijn bord. Roy Duivels.